Politie wil vlogger vervolgen voor fietsen op A4 in roze onderbroek. Een vlogger die in een roze onderbroek een stukje over de snelweg A4 heeft gefietst, kan binnenkort bezoek van de politie verwachten. De politie onderzoekt of de man juridisch vervolgd kan worden. Vloggen is prima, maar dit is natuurlijk levensgevaarlijk, zei een omroep van de politie zondag. Hij bevestigde na berichtgeving van Omroep West dat de politie bekijkt of de jonge man kan worden vervolgd. De schaars geklede fietser maakte zijn tochtje over de A4 ter hoogte van Rijswijk voor zijn YouTube-kanaal All Day Junior. Wie heeft dit ooit gedaan? Niemand. Doe me na, in mijn onderbroek, zegt hij aan het begin van het filmpje, om vervolgens de oprit op te fietsen en in te voegen op de vluchtstrook. Een klein stukje verderop gaat hij de snelweg weer af. Voorbeeld volgen. Dit moet geen voorbeeld worden voor anderen, beklemtoont de politiewoordvoerder. De vlogger gaf zijn filmpje de titel Fietsen op de snelweg in mijn onderbroek, bijna dood. Hoewel de man met de video zelf voor bewijsmateriaal heeft gezorgd, is nog onduidelijk of het juridisch mogelijk zal zijn actie tegen hem te ondernemen. Daarover gaat de politie in overleg met het Openbaar Ministerie.